Zoals jullie wel gezien zullen hebben in mijn fietsfilmpjes, hebben jullie gezien dat ik op een Koga fiets rijd met een Rohloff NAAF. En elke 5000 kilometer of één keer per jaar moet je daar olie aan verversen. En ik zal jullie laten zien hoe dat moet. Wat heb je daarvoor nodig? Ten eerste een spoelolie. En uiteraard nieuwe olie. Een spuitje. En een nieuw moertje. Eerst halen we het oude moertje eruit. Zo, nu hebben we nodig 25 milliliter aan spoelolie. Even de lucht eruit persen. Spoelolie in de NAAF doen. Het oude schroefje weer in de NAAF. Dus nu zit de oude olie erin, spoelolie. En dan even dicht doen. En dan moet je eventjes 10 minuutjes gaan rijden. En terwijl alle versnellingen gebruiken, zodat de spoelolie goed zijn werk kan doen, dat alles lekker schoon wordt van binnen. Thank you.
10 minuutjes gefietst. Nu halen we het oude bouwtje er weer uit. Gaan we de olie en de spoelolie eruit halen. En dan zal ik jullie weer even laten zien. Ik heb zo'n 45 milliliter eraan gehaald. Dat is in principe voldoende. Er blijft altijd wel een klein druppeltje in. Maar je verliest ook wel eens wat door zweten en dat soort dingen. Dus dit is klaar. Zo, nu kan de nieuwe olie erin. Hier, 25 milliliter. Het is belangrijk dat er nu een nieuw schroefje op gaat, een nieuw nippeltje, want op dat nippeltje zit een bepaalde coating en van die oude die is dan beschadigd omdat je hem eruit hebt gedraaid en met een nieuwe zit het er uiteraard netjes op en dat is tegen lekken.
En belangrijk is ook dat het nippeltje, het schroefje hier zo, ongeveer 1 mm uit blijft steken. Dat heeft namelijk met de afdichting te maken. Nou, de naaf is weer voorzien van nieuwe olie. Dus we kunnen weer 5000 kilometer rijden. Dank jullie wel voor het kijken.